Mijn beste vrienden, Paramaribo groet u van hart tot hart, soul to soul. Jammer. Hoor nou, laten we beginnen met een kort bericht. Dat me best ook even heeft bezig gehouden. Even kort. Onze president, Chandrika Prasad Santokhi, die is verdrietig. Omdat, naar het schijnt, iedereen tegen de First Lady is. Laten we het zo zeggen, wellicht ben ik een van de velen die niet tegen de First Lady is. Maar, en ik vraag me af hoor, of mensen tegen de First Lady zijn. Ik weet het niet. Laat me even bij mezelf houden. Want als u zich kunt herinneren, zijn er een aantal video's gemaakt. En een van de eerste video's die ik maakte was een video waarbij ik het schaakspel zogenaamd heb uitgelegd. En gezegd heb, lieve mensen, ten eerste zouden we echt kiezen voor de First Lady in plaats van gewoon de echtgenoot van de president. Maar de titel First Lady is goed, dat is geen probleem, hoe doe je dat? Maar we hadden ook gewaarschuwd dat als we schaken, dan zijn de twee meest belangrijke stukken op het bord. Dat is de koning en de koningin. In onze parabel is dat Chandrika Prasad Santokhi, de president, en de vrouw van de president, dus de queen op het schaakbord, of de dame ook gezegd, en de koning. Internationaal is het zo dat je nooit een potje schaak kan beginnen met bij de eerste gelegenheid die je krijgt om vrijbaan te hebben voor de koningin, dat je dit midden op het schaakbord zet. De queen midden op het schaakbord aan het begin van het spel na 3 sets. Kan niet. We hebben ervoor gewaarschuwd. Want als je dit naar buiten duwt, dan maak je er kwetsbaar. Hebben we letterlijk gezegd. Je maakt er kwetsbaar. En precies wat nu aan het gebeuren is, dat heeft die kwetsbaarheid nog meer versterkt. Precies ruimte gemaakt bij staatsolie. Dat de First Lady kan functioneren. Statuten zijn een beetje omgebouwd en zo. Oké. En zo zijn er nog vele andere posities die gecreëerd zijn en waarin de First Lady de belangrijkste plek heeft. Dit zou niet horen. Nee, de First Lady heeft een geweldige mooie plaats, als je het zo wil noemen, de First Lady. Heeft een geweldige mooie plaats binnen de samenleving. Een dienende plaats. De First Lady moet het schip van Chan wiegen. Dat is die First Lady. Ze moet power geven. Je kan nu geen voorbeeld nemen aan de First Lady die er was, want het enige wat die deed was de mond houden en daarmee uit, naar buiten toe natuurlijk.
En een aantal leuke dingetjes doen. Ja, maar dat was binnen haar capaciteit, dus daar is ook geen probleem mee. Nu kom je met deze first lady. Je duwt er naar buiten. Ze staat midden op het veld, op schaakbord. Iedereen kan er aanvallen, want ze doet ook een aantal dingen die, waarvan de mensen zeggen, Jelena, ik hoef dat niet. Weet je, fout op fout, ik ga ze niet benoemen, die fouten die gemaakt worden, want ik ben niet om verder haat te zaaien of zo, helemaal niet, helemaal niet. Ik vind de first lady zelf een leuke first lady. Maar, jullie hebben het zelf gedaan. Tego Portena Meneris even als schaakbord, dan krijg je dit. En daarbij duwt ze zichzelf ook nog verder vooruit, dan vraag je er echt om. Look hoe laatste bij. Dat feest van die oudjes. Van onze senioren burger, Bigis Madei. In het, daarbij Lala Roek in de buurt, het eventpark heet dat ding, geloof ik. Dat was een grove fout. Had nooit mogen gebeuren. Plus, nog veel erger, dan hou je die journalisten buiten, zodat ze niet naar binnen kunnen komen. Weet je, waar ben je mee bezig? Arokang, is niet goed. Het andere ding, waardoor mensen het in het belachelijke getrokken hebben, is het feit dat je nu First Lady, zijn excellentie, de First Lady, daar heb ik iets over gezegd, want iedereen is mag maar, hoe kan dat nou? Had u gezegd, in onze grondwet is dat stukje kop niet voor. Excellentie, zijn alleen voor die hoge ambtenaren. President en zijn hele ministers. Ploeg. Die mogen excellentie genoemd worden. Dat mag. Dat is toch normaal. Maar de vrouw van de president is eigenlijk de mooiste positie van die vrouw van de president is de vrouw van de president. De echtgenote van de president. Dat is die positie. En vanuit die positie kan je gigantische dingen doen. Maar nu kijk wat je gedaan hebt. De pers heeft niet geluisterd, want de president is natuurlijk president. Hij moet doen wat hij denkt dat goed is. Maar in dit geval was het minder goed. En dan kreeg je de first lady naast hem die ja, van alles doet. Hare excellentie heeft veel kwaad bloed gezet in de Surinaamse samenleving. Alle jobs die naar haar toe geschoven worden, betaald of onbetaald. Dus ja, nou, pers maakt altijd, altijd hebt u het argument, president, dat ze niet betaald wordt. Maar daar gaat het niet om. U verstaat toch, iemand heeft, als je zo'n hoofd hebt en je stopt zoveel dingen erin en je geeft en je blijft stoppen. Het gaat op een gegeven moment gaat het niet goed. En dat het niet goed gaat, dat merk je nu, want de president zegt eigenlijk wat de first lady voelt. Onder dit geplaag en die rommel op Facebook voelt ze zich niet lekker. En dat heeft ze natuurlijk aan Janssen Tokie ingefluisterd. Volkomen normaal. Maar pres. Haal een beetje gas terug. Melissa zelf moet een beetje gas terug nemen. Ah, dat ding relaxter toch. Maar wie luistert nou naar mij? Dus, ik heb mijn zegje gedaan. Undefum, ga je gaan. Ja, beste vrienden. We spreken elkaar straks weer over een heel ander onderwerp.